Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. Vandaag gaan we verder. Ik heb alleen geen facecam, dus jullie kunnen mijn gezicht niet zien. Omdat degene waarmee ik mijn telefoon om hun statief kan zetten, is kapot. Dus daarom kan ik geen facecam doen. En ik had het kunnen doen met mijn webcam. Maar de webcam vind ik net even niet goed genoeg kwaliteit om te gebruiken. Dus we gaan zonder facecam gewoon door. Dit is een geweldige game. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. Hey! Trillen. Bommen, oh, kut. Ja, oké, daar wil ik niet heen. Bijna ging ik dood door die bom. Oh, mother. Oké, dat was wat, weet je. Ik dacht dat ik moest graven, maar dat kan Freddy niet. Dynamiet is misschien niet het handigste. Om buiten te staan, ja. Oh, ik had sneller moeten reageren. Ik dacht van, maar hoe kun je dan nu alsnog je bommen opvallen? Maar ik had sneller moeten reageren. En dat was vooral... Het spel had sneller moeten reageren op dat ik drukte. Waarom gaat hij niet dood? Het is bijna raak. Ja, hou je handen maar voor je ogen. Dat gaat je echt niet redden hoor. Het is over. En we moeten direct weer daarheen. Oké. Oh, zij gaan mij volgen. Zie je, ik wist gewoon dat er iets zou liggen. Niet dat ze me echt iets uitmaken. Maar goed. Oké. Dit moet... Nee. Zo. Gaan jullie me nog helpen? Nee. Zie je, ik heb dat hout nodig. Maar daar kan ik niet bij. Huh? Oké, ik moet A gebruiken om te knippen. Ver. Goed. Ja, we gaan er doorheen. We waren bijna opgeblazen, maar goed. Laten we dus de kaart maar oppakken. Ja, we vallen naar beneden. Oh, hm? Dit is een soort wiel. Ik ga het vast nodig hebben. Ja, ik ga het wel knippen. Oh, hier. Wiltje.
Houd vast. Goed zo. Ja. Altijd handig die bommen die er liggen. Ja. Nou, dat zal toch wel genoeg zijn? Zo. Oh, fijn. Hoe komt hij daar opeens? Dit is toch ons gebied? Oh, nog een. Ik heb het wel een paar keer gespeeld, maar die muziek en de geluiden zijn gewoon zo goed. Rennen? Ja, bedankt. Oh wacht, ik heb hier een stuk hout. Ik moet waarschijnlijk dat ding laten vallen. Te laat. Nou, dan moet ik hem weer opnieuw laten vallen. Zo. Zo. En we zijn er. Hoop ik. Oh. We zijn er alleen, nu vallen er nog eens bommen. We moeten de bel luiden die boven is. Oké. Van Dorf. Freddy. Freddy. Oké, ik zie de flare, maar... wat moet ik doen? Je hebt de molen daar rechts en boven de bomen. Molen rechts boven de bomen. Molen rechts boven de bomen. Dit zijn de bommen. Is hier verder nog wat? Ja. En hier, nee. Verder dan dat kan ik niet. Sleutels. Die had ik nodig. Laat ik direct maar even dit hierheen brengen. Maar die sleutels had ik nodig voor zo'n kast die hier verderop ligt. Waar was die kast? Hier. Daar is een wiel. Dat heb ik daar boven nodig, maar ook hier. Nee, hier heb ik dat grote wiel nodig. Denk ik. Dit is goud en dat andere is bruin. Ja. Oké. Okay. Er moet een kogel in het kanon. En dat moet ik zien te pakken. Zien te krijgen. Soms kan ik niet echt goed praten. Ja, ik weet dat ik echt kunnen moet. Oh. Ga je weer even een granaat pakken? Goeie jongen. En dan neem jij ervoor zeker dat er nog een eentje mee in je bek. Ja, dat kun je wel. Mooi. Oké. Okay. Blijf hangen, granaat, bedankt. Meneer Grotewiel. Waarom praat ik opeens Belgisch? Inmiddels die is Belgisch, hij is Frans. Maar goed. Ik kan belletjes praten met het echte G, hè.
Nee. Doe maar op. Goed zo. En al zo. Nee, niet de hond. Oké, de kogel wordt twee keer zo groot wanneer hij uit de kar komt. Kan ik er nu ook alvast nog een tweede ophangen? Nee. Blijkbaar heb ik maar één kogel nodig. Molen rechts, bomen omhoog. Ja. Hier zijn bomen. Maar waar is de molen? In één keer! Precision cannon firing enabled his regiment to reach the rear line unharmed. Gewoon in één keer raak. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Maar zo gevangen toch? Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000. Jezus. Almost one Frenchman and one German every minute. And whoa. It went on for 10 months, day and night. Dat is echt veel. 1916. Ik zag dat het opgeslagen werd. Ik ben vergeten de tijd bij te houden, maar volgens mij is nu ongeveer het kwartier voorbij. Daarom stop ik het hier. Gaan we de volgende keer verder waar we nu gebleven zijn. Ik bedank jullie wel heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.